gasten van Het Game Kanaal. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we het hebben over de februari maand. Ja jongens, we gaan het hebben over de februari maand. Ben je nou nog niet geabonneerd? Abonneer dan hieronder, want ik ga een doel stellen jongens. Ik ga namelijk de hele maand februari elke dag uploaden. En hoe dat precies zit, dat gaan we dus in deze video bespreken jongens. Vergeet even niet dus hieronder te abonneren en dan gaan we heel snel starten. Let's go! Hoe dat precies zit jongens, dat ga ik dus vandaag met jullie bespreken. Want ik heb aan jullie gevraagd in mijn Het Game Konijn Discord. Als je daar nou nog niet in zit, vergeet dan niet even hieronder even te kijken. Want daar staat gewoon een heel makkelijk linkje. En dan kun je gewoon heel makkelijk even joinen jongens. En dat maakt mij weer heel erg blij. Blijf op de hoogte ook van alle nieuwe video's. En ondertussen rij ik even wat rond hier zo in de map van 5R. Want ja, echt nog nooit deze map echt gespeeld. Ja, 3 keer of zo nu. Een paar keer online geweest. Maar jongens, ik ben dus heel erg benieuwd wat jullie van dit idee vinden. Ik vind het best wel een tof idee eigenlijk. En wat ik dus wil gaan doen is gewoon de hele maand februari gewoon uploaden. En haal ik het niet, dan hebben jullie een straf bedacht. En wat die straf is jongens, dat, ja, dat bedenken jullie op dit moment in dus de Discord. Hashtag straffen. En we gaan eens even kijken wat er aan kop loopt. Nou, ik heb alles er even bijgepakt en... Nummer 1, als ik het dus niet haal, is op livestream kaal gaan. Ja, nou, dat zal niet volledig kaal zijn, maar dat zal wel echt zwaar gemillimeterd zijn, zeg maar, gewoon bijna kaal. Ja, dat is echt niet leuk, dat wil ik eigenlijk niet. Er zijn 25 stemmen voor. Dan hebben we de tweede en dat is een halve marathon lopen. Ja, ik zie mezelf dat nou niet echt doen, maar daar zijn 8 stemmen voor. Dan hebben we op plek 3 op livestream een bak ijs over zichzelf heen gooien. Die heeft 7 stemmen. Oké, okay. Tot nu toe loopt die nummer 1 met 25 stemmen, dus echt best wel voorop. Wat hadden we dan? Op livestream een taart in zijn gezicht gooien, die heeft 10 stemmen. Nou, zie ik nou ook niet echt te wachten eerlijk gezegd, ik eet liever een taartje op. Dan op plek 5 zou een 24 uur livestream moeten zijn. Nou ja, die heeft dan 14 stemmen op dit moment. Dus dat is aardig, aardig wat. Die komt in de buurt, die komt in de buurt. Er komt er nog eentje. Dat is namelijk nummertje 6. 2 weken niet uploaden. Nou jongens, ik denk niet dat heel veel mensen dat willen. Maar goed, het zou wel een goede straf zijn. Ik zou dat niet echt leuk vinden namelijk. Want ik vind het heel erg tof om YouTube video's te maken. Nummer 7 is samen met Natantje sportvideo's opnemen. Nou, dit is echt een heel slecht idee. Dat vind ik dus echt, ja. Maar goed, 14 mensen zijn het ermee eens. En dan nummer 8 is bedorven melk over zijn gezicht gooien en drinken. Nou jongens, godverdamme. Moet je ook echt nooit doen jongens. Laat het even duidelijk zijn als ik het al moet doen. Daar heb ik dus echt geen zin in. Het, ik weet niet eens of het schadelijk voor je is. Als ik het moet doen, dan gaan we dat eerst even uitzoeken. En als dat uiteindelijk zo blijkt te zijn, dan doen we het uiteindelijk toch niet. En dan pakken we degene waarop het ena meest is gestemd. Ook heeft nog iemand geschreven, minimaal 2 keer per week live. Ja, die wordt wat lastig, want dat red ik gewoon niet met mijn tijden, jongens. Dat is echt een beetje lastig. Een eigen versie van Super Iron maken. Nou ken ik dat niet, dus dat moet ik even opzoeken. En heeft iemand geschreven, geld doneren aan het goede doel. En dat vind ik echt wel een goede, jongens. Laat het ook duidelijk zijn. Daar ben ik echt wel voor in. En iemand heeft het over een Robux giveaway. Nou heb ik die natuurlijk al wat vaker gedaan, jongens. Dus daar kunnen we naar kijken. Ja, dat zou ook een mogelijke optie zijn. Van 500 Robux of meer, schrijft hij. En ondertussen crashen we met onze Opel. Het is ongelooflijk. Maar goed. Mag ik nog naar achter? Dat kunnen we doen. Maar nou zat ik te denken, jongens. Ik heb een doel. Ik ga namelijk elke dag van februari proberen... ik ga het proberen om vol te houden om dus elke dag te uploaden. En toen dacht ik, oké, maar dan wil ik dus ook iets aan jullie vragen. Ik wil kijken of het mogelijk is om in een maand tijd 5K te halen. We zitten op dit moment
op 3200, geloof ik. Ik zal het even nakijken. Ja, we zitten op 3200 abonnees. Bijna 33 trouwens, jongens. Oh, dat gaat zo hard, jongens. Ik wil jullie echt enorm bedanken voor de support. En ik zat dus te denken, oké. Als we die 5k halen, dan wil ik dus echt een Robux giveaway doen. Dus, jongens, ik zat te denken om gewoon 1000 Robux weg te gooien, gewoon aan jullie te geven. Als doel, zeg maar. Hè? Dus halen we 1000 Robux. En toen zat ik te denken, oké, maar 1000 is wel weinig. Dus ik doe gewoon één iemand kan 1000 winnen. En dan doe ik ook nog dat er een aantal mensen 50 winnen. Dus dan doe ik bijvoorbeeld dat er ook nog 20 mensen 50 Robux kunnen winnen. Dan heb ik in totaal 21 winnaars. Dat vind ik zelf echt wel een leuk idee. Dan heb ik 21 winnaars. Kan ik echt wel redelijk wat mensen wat blij maken. En ik dacht, nou jongens, daar sta ik voor in. Dus als je daar nou voor bent, laat het even weten in de reacties. En als jij nou zegt, ja, die laatste 1000 Robux, die zou je dan eigenlijk ook door de helft heen moeten doen. Dan hebben we dus 40 winnaars. Dat worden er echt heel veel, jongens. Moet je dat ook maar even laten weten. Of zeggen jullie, ja, nee, we hebben toch liever gewoon 1000 en dan die andere gewoon 20 keer 50. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden, jongens. Dit was het een beetje. Ik ga gewoon elke dag uploaden in februari om 5 uur. Dus ik hoop jullie dan te zien in ieder geval. Het zullen een beetje verschillende dingen worden. Dus laat ook even weten in de Discord als je dan toch bent gejoind. Om even bij video ideeën wat ik moet gaan doen. Want ik ga ook hobby's doen en ik ga even van alles proberen, jongens. Elke dag 5R, dat gaat het niet worden. Ik ga wel regelmatig 5R doen. Natuurlijk ook gewoon, hoe heet het, Groningen. Ja, en voor de rest moeten we even kijken, jongens. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor deze video. Voor het kijken naar deze video. Zo, hallo, ik kom er niet helemaal uit. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. En dan zeg ik zoals altijd, laters.